ben in Hilversum geboren. En later ben ik daar weer teruggekeerd en heb daar ook weer gewoond. En heb daar in een groot huis gewoond met 4 kamers op de 2e verdieping. Maar daar had ik niks aan. Je moet gewoon op de grond werken, omdat het allemaal heel zwaar is met die klei en beelden. Dus we zijn verhuisd hier naar Drenthe en hebben nu een reuze ruim atelier met daarachter nog meer ruimtes en zo. Dit is een meisje van 13. Ja. Dus het is plat. Het lijkt rond, maar het is plat. Dat is bedoeld voor op een graf. Dit is een Rembrandt naar een ets. En daar is hij heel exact naar gemaakt. En al bezig zijnde ontdekte ik dat de verhoudingen zo anders zijn dan Rembrandt is, dat het hem nooit kan zijn. Dit is het meisje met de parels van Vermeer. Maar dat meisje heeft maar 1 paar, maar deze heeft er 2. Wim Kok. Het is gemaakt tijdens zijn 2e kabinet. Viel allemaal tegen toen en hij kijkt hier ook een beetje zuur. Dit portret is gemaakt naar een heel klein fotootje in de krant. En dat was een meisje wat in Jemen leefde. Dit portret is beschadigd. Ik heb het naar het Rijksmuseum gebracht om te laten zien, in de hoop dat ik een opdracht zou kunnen krijgen om een hele grote Rembrandt te gaan maken. Het heeft daar op een tafel gelegen en toen is het eraf gerold. En daardoor is het kapot. Dit is Van Gogh. Ik heb dus een beetje de streek van Van Gogh hier ook nagemaakt. Pointillistisch. Het is een klein meisje, een dondersteen. Ze was heel speels en actief en zo, kon eigenlijk niet goed poseren. Ja, dit portret daar heb ik heel lang aan gewerkt. Dus ik heb elk vormpje, elk detailtje, alles heb ik zo helemaal precies gemaakt. En nou, deze mond is een beetje scheef. En dat is het moment als hij iets wil vertellen, dan trekt hij met zijn lip en dan komt het eruit. Portret. Hij was er heel erg blij mee. En mensen, als ze deze zien, dan zeggen ze, oh god, wat echt. Hier heeft u dat meisje wat net in brons was, hier in keramiek. Ben heet deze. En die heb ik in 2 middagen is deze gemaakt. En dit noem ik een schets. En dit is meer gevoelsmatig, dit is meer sculpturaal dit. En deze, een beeldhouwleraar was dat van mij, Felix. Dit heb ik wel in 1 avond gemaakt. Ja, de verhoudingen kloppen. Alleen ja, de details, ja, daar moet je dan nog verder mee werken. Dat is dus niet zo nog allemaal af. Deze meneer heeft niet in de gaten gehad dat een portret van hem gemaakt zou worden. Een vriend van hem die heeft ooit, toen hij in de put zat, tegen hem gezegd van als je ooit hier uitkomt, dan maak ik van jou een standbeeld. En dus vervolgens kwam hij bij mij om dus een portret te maken op een sokkel. Ik ben daar bij hem geweest en terwijl hij aan het werken was, heb ik intussen een heleboel foto's gemaakt van hem. En ben ik gauw vertrokken om me niet te laten kennen dat het dus om een portret ging, die foto's. Na 3 maanden, toen was het klaar. Toen kreeg hij dus dit in brons op een sokkel. Dit is Spinoza. Hij kijkt een beetje vreemd uit zijn ogen. En een hoogleraar, die zei toen hij dit portret zag, dit is de keizer van de geest, zoals hij dus daar stond met deze uitdrukking. Ja, u ziet hier een aantal voorstudies van mensen die commentaar hebben geleverd op het portret van Spinoza. Ik vind het belangrijk dat er een echt goed portret komt van hem. En mensen hebben allemaal andere reacties gehad, zoals hierboven links, deze. Toen was er een hoogleraar die zei, ja, het moet een immabele man zijn. Het moet iemand die contractuele eigenschappen heeft. Dus toen heb ik hem dus zo gemaakt weer. Uiteindelijk ga ik hem nog een keer overmaken en dan in het groot. Dit is het portret van Frits Zernike. Dat was de enige hoogleraar die dus ook de Nobelprijs heeft gewonnen. En daarvoor, ja, die wordt gevierd volgend jaar en daarvoor is dus de opdracht geweest om hem te maken. Hij was natuurkundige, maar hij heeft dus de fasecontrastmicroscoop ontwikkeld. De microscoop die voor het eerst dus in leven als het ware, dus cellen kon zien, driedimensionaal, kon het zien bewegen. Dit is Prins Klaus. Hij heeft hier de haarlok van de tijd
dat hij 42 jaar was. Deze haren hier, een beetje ruig, dat is toen hij 55 jaar was. Dus zijn neus is van de leeftijd van 55 tot 60 jaar. De ooglid hier zo, hij heeft wat lokende ogen, dat is toen hij 62 jaar was. Die lach had hij toen hij speelde met zijn kinderen op het grasveld van Drakenstein. De onderkin van toen hij 70 was. Nou, hier hangt het wat naar beneden, deze kant. Dat heeft te maken met het begin van zijn ziekte. Dus de vlakken die staan voor zijn innemendheid. En de breuken daartussen staan voor zijn depressiviteit, waar hij mee last van had. Nou, zo heb ik hem helemaal gemaakt en daarom is het nog gewoon een treffend portret geworden. Dit is een schets van Hans van Mierlo. Dit is in één avond gemaakt. Dus je kunt ook nooit zeggen van hoeveel kost nou een portret? Want soms doe ik er heel lang over en soms heel kort. En de prijs is natuurlijk de gelangde tijd die ik eraan besteed. Dit is Eleonora di Toledo. Zij leefde in de Renaissance en is getrouwd met de Medici. Haar geboorte was, of jeugd was in Spanje en later dus naar Italië verhuisd. En daar was dus een portretbeeld van en dat heb ik precies nagemaakt in de stijl zoals ze het toen ook maakte. Ja. Het is een haardracht die men toen had, bekend was. Van een vrouw die allemaal symbolen uit haar bovenop haar hoofd heeft. Bovenaan ziet u een zon en daarvoor links een masker en dan midden rechts een driehoek met het enneagramteken erin. Een vlinder die uit haar hoofd komt, een zwanenhoofd voor op haar hoofd en er komen wortels uit haar hoofd, een worm en ze heeft oren waarmee ze misschien kan vliegen. Hierboven staat een beeld en dat is een kruising tussen Julius Caesar en Jezus Christus. Er is een man die heet Francisco Carota en die heeft een theorie dat de oorsprong van het christendom hetzelfde is als de oorsprong van het geloof wat rond Julius Caesar ontstond na zijn overlijden. Maar dit is dus het portret daarvan. Als ze doen hebt, dan ben ik altijd eventjes hier met dit portretje bezig. Het is gewoon een mooie vrouw. En er valt dus een heleboel aan te verbeteren nog, hè? Dus dit. Het is een beetje overdreven, het gezicht, maar dat vind ik allemaal niet erg. En dat gaat om hele kleine dingetjes die er nog hersteld moeten worden. Dus hier iets meer bot, er zit iets meer bot onder dit plekje. En dat moet ook een beetje meer zo. Zo ben ik daarmee bezig. Dit wordt Johan van Oldenbarneveld. Hij is voor mij erg belangrijk, want hij was de eerste Nederlander die allemaal partijen om de tafel kreeg en een akkoord kon sluiten. En dat is dan de Unie van Utrecht geworden. En hij was eigenlijk de allereerste polderaar in Nederland. En je had in de Gouden Eeuw een hele goede portretschilder. En dat is van Mierenveld. En dat is deze afbeelding. En daarna maak ik Johan van Oldenbarneveld. Later is nog weer een portret van hem gemaakt. Deze vind ik alweer niet meer goed. Het heeft te veel afwijkingen. Het is ook nog weer een... iets wat ik van internet heb afgehaald. Hier ook nog een portret. En daarnaast ziet u allemaal portretten van Van Gogh. Deze maak ik, die kan je dus gewoon tillen. Hè? Dus dat is het gemakje van. Dus daarom werk ik hiermee, want anders is het niet meer te doen in klei. Vincent van Gogh. Het is van huisschuim, dus het is heel licht en daarom kan ik lekker groot werken. Ik moet hier nog lang mee verder. Dus ik ben steeds aan het bijwerken en dan weer wat pur eroverheen aan het doen, zodat hij weer wat groter wordt. En zo ben ik bezig. En dat kost veel tijd, want dat moet steeds hard worden voordat ik weer verder kan. Meester Siebring was een heel belangrijke meester van het dorp. Hij heeft de kinderen enorm geholpen en ze kwamen, die waren zo arm,
Het was een periode dat Nieuw-Balingen ontstond. Arbeiders die werden uit het westen gehaald om hier de grond te ontginnen. En daardoor heeft hij een soort gemeenschap hier geschapen, waardoor er heel veel sociaal gebeurt hier in dit dorp. Achter het portret van hem is een stukje, een beetje van een hunnebed nagebootst, omdat de kinderen altijd bij hem konden schuilen. Dit is de opdracht om een tatra, een hond, te maken. En dat doe ik met foto's en met voorbeelden, honden in de buurt. Ja. Dus over de hele grote portretten, dan maak ik een laag papier-maché. Dat zijn gewoon kranten. En die vermaal ik. Dus ik doe het met een blender en ik maak dan gewoon bakjes. Dat wordt een beetje grijs van alle inkt die erin zit. Ik doe de lijn doorheen en dan ga ik er overheen. En zo komt dus over die grote portretten nog een hele laag die keihard is als hout. En daaroverheen komt dan weer een kunsthars om het goed af te sluiten. Eventueel kan dat altijd ook nog in brons besteld worden. Thank you.